Hallo, dag liefste schorpioen, welgekomen. Mijn naam is Gail en ik ga vandaag een lezing voor jullie doen met betrekking tot de energieën voor volgende week. Ik begin altijd heel graag mijn lezing met wat astrologische achtergronden die eventueel van belang voor jullie kunnen zijn deze periode. En daarna ga ik over naar de tarot zelf. Ik heb er deze keer een bepaalde transit uitgekozen waarover ik het wou hebben. En dat is namelijk de transit waar we de planeet Venus zien verschuiven in het teken van boogschutter. Dat is een hele mooie transit die heel veel positieve zaken voor ons mee kan brengen. Dus ik wou dat eens kort onder de aandacht brengen. Deze transit heeft zich ingezet op 29 december. Dus deze periode zult je dat al beginnen voelen. En die duurt tot en met de 23ste januari. Dus bijna een volledige maand. Hè? Nu, ik denk dat de meesten onder ons weten, Venus, de planeet van de liefde. Venus is ook de planeet van sociaal zijn, van schoonheid, van kunst, maar ook van balans. Ja? Als we zien dat Venus in het teken van boogschutter komt, boogschutter is bij uitstek het teken van die houdt van vrijheid, die houdt van open-mindedheid. Een boogschutter zal altijd zijn speer afschieten en dan zal hij erachter gaan. Hè. Maar boogschutter geniet ook van de zwaardere gesprekken in het leven. Wat onder de oppervlakte gaan kijken, dat is ook zo'n typisch aspect van boogschutter. Filosofische zaken naar boven halen. Dus eigenlijk in deze periode kan je zien dat je eventueel op liefdesvlak ietsje avontuurlijker zult zijn dan normaal gezien. Je kunt je ietsje passioneler gaan voelen, liefste schorpioen. Het kan ook zijn dat je meer zin zult hebben om te gaan reizen. Gaan reizen omdat je meer zin zult hebben of lust zult hebben om andere culturen te gaan ontdekken. Andere culturen geven ons meer input. Hè? Input in onze ziel, maar ook in onze hersenen. Die doen ons bij wijze van spreken wat meer groeien. Dus het kan zijn dat je daar echt wel deze periode meer nood zult toe hebben. En ik juich daar alleen maar toe. Als je kunt, ga eens even op reis. Dus eigenlijk algemeen zie ik, één op financieel vlak, maar ook op liefdesvlak, zie ik echt wel een positieve boost door deze transit momenteel. Je zult ook zien dat je eerlijker en opener zult communiceren deze periode. En ook wel grotere vragen zullen naar de bovenvlakte komen. Dus de groter algemene vragen in het leven. Waarom ben ik hier? Wat is mijn doel dat ik wens te bereiken? Ook eventueel je doel in je relatie. Hoe kan ik dat bereiken? Hoe moet ik verder gaan? Hoe kan ik transformeren naar een volgende stap? Hoe kan ik mezelf verbeteren? Dus al die zaken, al die aspecten kunnen wel naar de bovenkant komen. Hè? Nu, het kan ook zijn, het zijn twee aspecten van boogschutter. Hè? Dat één aspect is fantastisch om meer zaken te gaan herontdekken. Maar het kan ook zijn daardoor dat we iets riskanter zijn in onze behoeftes en hoe dat we die invullen. Dus ik zou toch wel mee willen geven, probeer toch een bepaalde balans teweeg te brengen. Houd het altijd in je achterhoofdje deze maand, van dat je niet te onwispelturig mocht zijn of te onbezonnen met bepaalde zaken. Herlees alles twee keer, overdenk toch alles twee keer. Heel mooi tijdens deze periode. En ook niet te snel beslissen terug. Ik zou wel heel goed alles herbekijken, maar niet te snel beslissen. Want je zult zin hebben om buiten de norm wat te acteren of ageren dat je normaal van doen bent. Ik zal het zo zeggen. Het fantastische vind ik voornamelijk dat je zult zin hebben om meer kennis te maken met andere soorten culturen en mensen. Waardoor je levensdoel ook eventueel zal terug geheroriënteerd worden. Hè. Maar deze maand zal echt wel meer duiding geven, of het zal meer duidelijker worden waar jij wenst heen te gaan, liefste schorpioen. Let gewoon ook nog op, we zitten al terug in de... Mercurius gaat terug al rechtstreeks, dat is nu vanaf de 2e januari. Maar als we een retrograde gehad hebben, geeft dit altijd nog wat een schaduwzijde met zich mee. Dat kan nog een week, 10 dagen blijven duren. Wat wil dit zeggen? Dat je toch nog steeds moet opletten hoe je communiceert. Ja? Die energie is al aan het afzwakken, maar toch kunnen we nog misbegrepen worden in die communicatie. Nu, Venus zorgt daar sowieso voor dat die communicatie wat verzacht. Maar ik geef het toch maar mee aan jou, liefste schorpioen.
Je zult ook zien dat Venus voor deze maand er wel zal voor zorgen dat bepaalde inbalansen dat je gehad hebt, dat die wel weer ietsje worden terugrechtgetrokken. Dus Venus is de planeet van balans eventueel. Dus bepaalde zaken kunnen terug een beetje heroriënteerd worden. Dus maak gebruik van die energie. Hè. Je zult ook zien dat bepaalde oude wonden, dat kan op gelijk welk vlak zijn, dat kunnen wonden zijn van heel vroeger van je kindertijd, maar ook recente wonden die aangebracht zijn, dat kan op liefdesvlak zijn, dat kan op financieel vlak zijn, dat kan op werkvlak zijn, dat kan gewoon op emotioneel vlak zijn voor ons. Die wonden zullen ook als het ware wat uitgevlakt worden. Dus Venus zal ervoor zorgen dat daar bij wijze van spreken bijna een pleister opgeplakt wordt. Dus dat is zo een belangrijk aspect dat ik je nog wou meegeven. Maar ik denk algemeen dat je ook een balans moet houden tussen de vrijheid dat je wenst op één vlak, maar dat je toch ook nog bepaalde stabiliteit houdt. Hè? Dus dat kan ook financieel liefdesvlak zijn. Hè? En liefste schorpioen, let op voor je communicatie. Probeer open te communiceren en probeer ook compromis te maken. Dat zullen twee grote aspecten zijn, ook deze maand. Ik had het specifiek voor jou gekeken en ik dacht dat... deze transit in jouw tweede huis valde. Dat is jouw huis van financiën, maar ook van zelfwaarde. Dus ik ben zo goed als bijna zeker dat Venus wat meer balans op jouw financiële vlak zal teweegbrengen. Het kan ook zijn dat je een wens hebt om verder of meer te investeren op financieel vlak of in iets nieuws of in iets anders. Maar ik zie dat je ook, je zult echt wel een duidelijke dorst hebben naar filosofie en reizen deze periode. Het kan ook zijn dat je een nieuwe samenwerking aangaat met andere mensen. Dus een nieuw project aangaat. En dat nieuw project kan echt wel financieel productief zijn op jouw financieel vlak, liefste schorpioen. Dus ik denk ook naar zelfwaarde. Ik denk die twee samen, uw financieel vlak en uw zelfwaarde, want dat ligt in het tweede huis, zullen meer uitgevlakt worden, zullen meer gebalanceerd worden in deze periode. Dus neem uw rust en geniet echt wel van die energie. Een zeer mooie energie deze maand. Goed, ik ga heel graag over naar de lezing zelf. Ik begin mijn lezingen altijd met wat orakelkaarten. Die geven altijd heel mooi de basis terug van de lezing. Daarna ga ik over naar de tarot. Alle lezingen zijn altijd goed voor zowel zonteken in schorpioen, maar ook schorpioen in ascendant, tenminste. Ik raak bijna niet uit mijn woorden. Weet jij je ascendant niet, dan kan je die gerust opzoeken. Hè? Google dit even, ascendant berekenen. En dan gewoon je geboorteuur, geboortedatum ingeven. En dan zou ik ook aanraden om eventueel naar de video's te kijken van je ascendant. Want daar zitten zeker boodschappen bij die interessant kunnen zijn voor jou. Nog even kort over mezelf. Ik ben half Engels en ook half Vlaams. Dit wil zeggen tijdens de lezing dat ik connecteer in het Engels. Dus je zult mij Engels horen praten. Maar ik zal het wel vertalen indien nodig. Ook de meeste van mijn kaarten zijn ook Engelstalige kaarten. En ook daarin die nodig zal ik alles direct vertalen in het Vlaams voor jullie. Goed, dat gezegd zijnde, we zullen erin duiken. Ik begin heel graag met mijn kompasdek. Komt er altijd heel veel mooie boodschappen naar boven. Here we go. Mijn neus jeukt. Oh, sorry, mijn excuses. Show me what we need to know, please. For Scorpio. Thank you. I kid you not. Hieronder staat er een balancing act. Had ik er niet net over gesproken dat jij bij uitstek echt wat balans zou moeten brengen in uw aspecten. En dit spreekt over een nieuw traject dat je aangaat. Balans vinden tussen die vrijheid dat je wenst en die stabiliteit dat je teweeg moet brengen. Ik zal de kaart nog eens tonen. Je ziet hier een vrouw die wil vooruit gaan. Maar ze heeft hier een fijne touw en je ziet hier echt wel als het ware een boot zorgt voor vrijheid, waarmee dat je andere oorden kunt aangaan, waarmee dat je op reis letterlijk kunt gaan, maar ook mentaal op reis kunt gaan. Dus je moet echt wel een balans houden tussen je vrijheid en je stabiliteit en je wensen. Dus niet te hard van stapel lopen. Heel mooi. Altijd heel leuk als de kaarten overeenkomen met de astrologische transits en aspecten die er momenteel gaande zijn. What else do we need to know, please? Any general messages for Scorpio? Thank you. Yeah, wide open. Nice. Okay.
Ja, de wereld ligt aan jouw voeten, liefste schorpioen. Alles staat wijd open voor jou. Jij dient gewoon te gaan. Je ziet hier ook iemand die op een rots staat, die vooruitkijkt, die aan het staren is naar de wereld, hoe ze vooruit kan geraken. Jij dient gewoon bepaalde stappen te nemen, eigenlijk van die rots te springen. Want als we de Fool zien in de tarot, dat is het nieuwe, dat is de nieuwe pad opgaan, de nieuwe weg opgaan. De Fool springt ook onbezonnen, soms een beetje naïef, van die rots af. Dus ik kan daar ook nog bij zeggen, wees ook niet naïef. Misschien als schaduwzijde van deze kaart, maar alles ligt wide open voor jou. Super mooie periode. Heel mooi om te zien. Ook op emotioneel vlak, dat alles nu weer terug open ligt voor jou. Nice. Okay. Show me what we need to know, please, for Scorpio. Thank you. Anything else? Anything else we need to know? Thank you. Give me a chance. That's a bit of you. Heel mooie kaarten. Heb courage en er komt change aan. Ik zal ze alle twee tonen. De courage. Dit is dan weer in het Vlaams. Courage. Jullie weten het. Courage. Je kan er niet op komen. Ik denk dat jullie het wel weten. Courage. Heb. Moet ik het nu letterlijk en werkelijk gaan opzoeken? Durf. Ik ga daarbij houden, want ik kan echt niet op het woord komen. Courage zeggen wij ook in het West-Vlaams, maar dat is niet het woord. Maar heb lef, durf. Durf bepaalde stappen ondernemen. Durf vooruit gaan, durf springen, want je ziet hier terug rotsen. Je ziet hier ook woelige wateren. Dus heb niet bang van die woelige wateren. Durf die stap nemen waar jij heen wenst te gaan. En dan heb ik de change kaart. Ik heb hem bijna voor elk sterrenbeeld al getrokken, of toch voor velen. Maar er zit hier echt verandering in de lucht. 2024 wordt een heel speciaal jaar, wordt ook een transitjaar, waar er heel veel verandering zal teweeg komen ook. Dus spring op die bus mee, spring, kruip in die luchtballon en ga mee met de flow, ja? Ga mee met de change van tijden, van wind. Ja? Duw niet tegen de energieën die eraan zitten te komen. Mooi, mooie intentie wel. Maar met balans, hè. Show me what else we need to know, please, in the general messages for Scorpio. Any general messages? Thank you. Time for healing. Okay, dat is mooi. And onderaan de deck, a new start is coming. Ik heb a time for healing, a time for rust. Zeker deze week nog. Astrologisch gezien zou ik sowieso wel zeggen nog deze week om nog even uw rust te nemen, te contempleren. Nog niet direct volop in actie te schieten, doe dit vanaf volgende week wel. Maar deze week probeer nog uw rust te nemen. Neem nog de tijd om even bepaalde puntjes op de i te zetten. Ook rust aan uw lichaam te geven. We hebben net nieuw gehad, hè? Kerst, nieuw, allemaal drukke perioden na elkaar, het einde van een jaar, ook het einde op financieel vlak, boekjaar, nieuw jaar beginnen. Neem even die rust. Dat is een heel mooie boodschap ertussen voor jou. A time to heal. Ik denk ook de periode die eraan komt, dat een tijd zal zijn om die wonden te genezen. Zoals ik aangaf, Venus is er om bepaalde wonden van het verleden te verzachten, de pleister erop te leggen. Dus neem daar gebruik van. En een nieuwe start staat voor de deur voor jou. Een nieuwe maan. We hebben straks ook een nieuwe maan in Aquarius, dus dat zal in februari zijn. Wordt dus ook een heel, heel interessante periode voor jou. Nice. Ik zal de kaarten erbij leggen. Goed, ik ga over naar de tarotlezing. Al mijn kaarten zijn op voorhand al geschuffeld of geschud geweest, liefste schorpioen. Ik doe dit off-camera, want anders zitten wij hier veel te lang. Ik mediteer ook altijd kort op elk sterrenteken en zie dan wat er binnenkomt. Show me what we need to know, please, for Scorpio. Anything? Anything we need to know, please? Okay, show me what we need to know, please, for Scorpio. Anything else? Anything you want to tell me? Anything for Scorpio?
Anything else? Thank you. Thank you. Okay, okay. Onderaan de dek heb ik de Hermit. Dus even die tijd nu inlassen. Hè. Dit komt die tijd voor jezelf. Dit komt overeen met A Time to Heal. Een tijd om even te rusten ook. Voor mij is dat de Four of Swords kaart die aantoont dat je even rust nog moet nemen deze week. En dat is ook onderaan de dek. Dus dat toont mij ook aan dat dat de onderliggende energieën zijn. Dat je er niet over gaat. Dat je die balans probeert te houden. Want ik denk dat het ook een heel speciaal jaar voor jullie zal zijn. Maar daar zal ik nu nog niet over spreken. Goed, wat heb ik hier allemaal? Oké, mooi. Nice. Eén, twee, drie, vier, vijf. Zes kaarten voor jou. We beginnen met de krachtkaart, de strengthkaart. Dat toont mij aan, dat is een leeuwkaart. Dat toont mij aan dat jij terug nieuwe kracht aan het winnen bent. En toch zeker deze periode die eraan komt. Leeuwkaart, vuurkaart, vuur. Boogschutter is ook vuur. Dus jij krijgt terug de kracht om je demonen bij het wijzen van het verleden terug te overwinnen. In de Rider-Waite deck zullen we de strengthkaart altijd zien als zij die de leeuw temt. Letterlijk de leeuw, de kracht in ons. Zij heeft hetgeen dat ontembaar was, heeft ze teruggetemd en daardoor heeft ze kracht teruggevonden. Ze staat terug in hij of zij, dus niet kijken op gender. Maar die persoon staat terug in haar eigen of zijn eigen kracht. Ja? Dus jij komt terug in je eigen kracht en je eigen zijnde. Ik vergelijk dit ook altijd met het eerste huis, het ego, de persoon, wie jij bent, wat je naar buiten uitstraalt. Ik zie de Four of Wands kaart, dat is de kaart, vroeger werd dit de huwelijkskaart genoemd, maar deze kaart heeft meer de betekenis ook van samen te vieren, samen te jubileren, nieuwe energie terug. Dus voor mij is het meestal ook wel een beetje lente-energie, alhoewel we daar nog niet zijn, maar dat zorgt wel nieuwe energie, nieuwe vurigheid. Je ziet ook de mensen hier samenkomen en die vieren goed geluk, die vieren goede tijden. Ja? Dus dat toont voor mij aan dat goede tijd eraan komt en dat ook tijd zal zijn voor jou om dat te vieren. Maar vooraleer ik dat volledig zeg, ik hou constant in mijn achterhoofd die balancing kaart voor jou, hè, schorpioen. Dus niet te snel van actie gaan. Ik heb de Three of Wands ook. De Three of Wands toont mij ook aan, heeft ook een beetje met die wide open kaart te maken. Twee kaarten die onder elkaar ook liggen. En die aantonen dat jij kijkt, dat jij het volgende project wenst aan te gaan, maar je staat wel nog stil. Dus je zegt, kijk, zowel die persoon is aan het kijken naar de wereld voor hem, maar die staat stil. En ook die persoon hier is aan het kijken naar de wereld voor haar of hem, geen gender terug. Maar beide personen wensen te gaan, maar ze staan nog stil. Dus ze zijn aan het analyseren en ze zijn aan het kijken hoe dat ze de volgende stappen kunnen implementeren om de zaken binnen te laten komen. Oké. Ik heb de Knight of Cups. Ik zal straks zien bij verklaring over wat dit eventueel kan gaan, want het heeft veel mogelijkheden. Maar de Knight of Cups is al heel lieve emotionele energie die terug op jouw pad komt. Dat kan letterlijk een figuur zijn die in jouw leven komt. Maar dat kan gewoon ook emotioneel bij jou energie zijn, waar dat jij terug aandacht geeft aan jezelf, waardoor dat je terug in je kracht gekomen bent. En waardoor dat je terug liefde voor jezelf gevonden hebt. Ja? Dus dat is eigenlijk ook een beetje een balanceringskaart. Terug liefde voor jezelf, waardoor dat je weer in je eigen kracht komt. Ik heb ook de Justice kaart. En dat is echt de Venus kaart. Dat is echt ook de weegschaalkaart. Dat is die balans binnenbrengen. Dat is die justice. Dat is die correctheid. Wat moet teweeg gebracht worden. Dus heralignering noem ik dit ook soms. Maar dit brengt correctheid teweeg. Dus ik denk dat jij een shift aan het maken bent. En dat alles terug, wat door terug in je eigen kracht te staan en terug door liefde voor jezelf te hebben ook, op een rustige, gebalanceerde manier, is dat je justitie terug terechtkomt voor jou. Dat wat moet gebeuren, zal gebeuren. Hè? Die balancerings, die balans wordt terug... Of alles wordt terug uitgebalanceerd. Ik heb ook de Eight of Wands. En dat spreekt over communicatie.
Nu, ik wou nog iets zeggen, want ik zat net te denken. De Justice kaart spreekt ook, kan ook over gerechtigheid zijn, maar kan ook op legal vlak zijn, dus legaal vlak. Dus het zou kunnen te maken hebben dat je met legale zaken nu terug uitgebalanceerd geraken. En dat is eventueel wel op financieel vlak. Nog een kleine boodschap daarbij. Maar dan heb ik hier die Eight of Wands. En die spreekt over bepaalde communicatie die op jouw vlak komt. Ik zal ze verklaren, dan kunnen we zien eventueel over wat dit gaat. Goed. Let's go. Show me please the strength card. Why is the strength card here for Scorpio? Thank you. Ik heb de Seven of Cups. Er komen opportuniteiten op jou af, hè. Veel opportuniteiten. Kan zijn dat je meer dagdroomt ook wel. Ik zie dat je op, aan het zoeken bent naar een bepaalde doelstelling, Scorpioen. Dat is ook jouw kaart, de Seven of Cups. Jij moet gewoon maken dat jouw dromen dat ze realiteit worden. En dat zijn jouw eigen kracht aan. Dat is geloven in jouzelf. Die twee kaarten tonen dat echt wel heel mooi aan voor mij. Dus blijf geloven in jouzelf. Want de opportuniteiten voor jou zijn echt wel eindeloos. Ik zie die courage kaart. Geloof in jezelf. Heb courage. Helaas kan ik niet op het Vlaamse woord komen. Maar verandering staat eraan te komen. En ik had hier ook onderaan de dek. Vergeet het niet. Een nieuwe start komt eraan voor jou. Met de nieuwe maan. Oké. Okay. Show me the Four of Wands, please. En je hebt terug de Strength kaart. Dus ja, tarot ligt niet. Hè. Tarot toont echt wel wat ze wensen te zeggen tegen jou, hoor. Het geeft heel mooi aan voor mij, hier terug, hè, met passie en terug die courage, die kracht komt naar boven. Let op dat het subtiel is. Dus deze maand, hè, Venus houdt van subtiliteit. Dus deze maand zullen die balanceringsact gaat daardoor iets subtieler zijn dan dat je normaal gezien zult zijn, liefste Scorpioen. Dus gebruik echt wel die energie nu. Om je doelen voorop te zetten. Hè? Uw innerlijke kracht om je focus voor u te houden. Uw richting voor u te houden. Three of Wands, please. Show me the Three of Wands. Ik heb de Hierophant. Ik denk dat jij hier iets aan het leren bent. Waardoor, wat er hier in het verleden ook gebeurd is met jou, dat je daardoor naar een volgend niveau bij wijze van spreken gaat. We hebben de Three of Wands, dat is iemand die vooruitkijkt naar het volgende wens te gaan. Je hebt de Hierophant. En de Hierophant spreekt echt over een volgend niveau, maar dan wel ook spiritueel. De Hierophant is een zeer spirituele kaart. Dat is ook de Venuskaart. Dus deze periode is echt wel een soort van een transformatie voor jou ook, waar jij meer gealigneerd geraakt terug. En dat je meer op koers blijft. Waar dat je wenst te gaan, dat je in je eigen kracht terugkomt. De Hierophant spreekt ook aan. Spreekt ook over geloof hebben in jezelf. Hè? Dus geloof in je traject. Geloof waar dat jij wenst voor te gaan. Nou, het ligt hier onder de Courage kaart ook. Twee keer Courage. En over de Wide Open kaart. Waar dat jij naartoe kan gaan. Dus er is een onmetelijke grote wereld dat voor ons staat. Hè? Jij moet juist je doel zetten en daar dan voor gaan. Mooi gebalanceerd, die balans altijd houden. Maar je zit hier wel met een... De Hierophant, liefste Scorpioen, vraagt ook aan... om de regels te volgen. Kijk, die Justice kaart ligt hier ook nog. En die spreekt over regels ook. En de Hierophant spreekt ook over regels. En met uw project. Dus dat zal eventueel op financieel ook vlak ook zo zijn. Voor mij spreken die kaarten hierover. Is dat je geen hoekjes eraf mag wandelen. Is dat je mooi de regeltjes moet volgen. Dus blijf op jouw koers wat dat jij moet blijven doen. Op een mooi gebalanceerde manier. Oké. Okay. Show me the Knight of Cups, please.
Amai. Oké, ik heb de Ten of Pentacles, ik heb de Knight of Wands, op de Knight of Cups en de High Priestess was er per toeval uitgevlogen. Nu, de Ten of Pentacles spreekt over het volledige plaatje wat dat jij, dat is voor iedereen anders, wat dat jij echt wel wenst. Hè? Het spreekt over je thuis dat je samen wil maken met je relatie, je financieel vlak dat stabiel is, je familie, uw lange termijn succes. Hè? Terug, dat ligt op de Knight of Cups, dus dat is echt wel met die zelfliefde kaart. Knight of Wands ligt erop, toont aan mij dat er nieuwe energie is, dat er nieuwe actie is. Dat je opnieuw geïnspireerd bent om dit teweeg te brengen in jouw leven, liefste schorpioen. En ik heb de High Priestess die eruit valt. Dit spreekt over uw intuïtie. De High Priestess is een zeer, ik noem dat een beetje shamanistische energie. Die persoon heeft heel veel wijsheid. Ze is ook vrij mysterieus. En die kaart doet mij aan dat je echt wel moet geloven op je eigen buikgevoel. Dus waar dat je nieuwe inspiratie hebt, waar dat je nieuwe energie nu hebt. En ik kan dat echt wel heel mooi in die kaarten zien dat dat ook zo is. Gewoon op je buikgevoel blijven geloven. Echt, die Knight of Cups is echt wel voor mij nu, in dit geval, is geloof in jezelf. Hè? Waardoor dat je enorm veel kracht terugkrijgt. En dat je kunt op zoek gaan naar je doel voor jou. Je doel in het leven algemeen zelfs. Waarom jij hier bent, wat jij wenst teweeg te brengen. Show me the Justice card, please. Why is the Justice card here? Terug twee kaarten. Four of Swords is de healing card. Echt ongelooflijk. Kijk, ik zou moeten een printscreen kunnen nemen nu van de kaarten. Want ik heb A Time for Healing. Dan heb ik de Justice card. Die spreekt ook over een soort van healing, had ik u al gezegd. En dan krijg ik de Four of Swords eronder. In het begin, als je de video terugdraait, had ik over de Four of Swords gesproken. Die zegt om eventjes tijd terug te nemen. Dus niks is toeval, niks is toeval. Ik kan het gewoon niet uitvinden, die kaarten. Neem uw rust. Hè. Mochten er eventueel wat conflicten ook zijn rondom u... En ik noem dat zal wel wat ego's zijn die kunnen clashen, want ik heb de Five of Wands er ook bij. Dat is een competitieve kaart. Dus mocht er competitie rond jou zijn, probeer dit uit te balanceren. Want al die drie andere kaarten tonen voor mij aan dat je die energie echt wel links moet laten liggen. Dat je niet moet ingaan op je ego. Laat je ego voor wat het is. Ja? Het heeft geen zin om daar een clash of een ruzie door te krijgen. En neem je tijd. Ja, oké. Okay. Nice. Dat is zo ene boodschap die ertussen hangt. Echt om jullie nog eens te zeggen, buiten het beeld waar je continu, wat die allemaal go, go, go heb ik hier. Alles staat wijd open, ga vooruit. Hè. Je komt weer in je kracht. Maar, zegt het universum, neem ook even tijd voor jouzelf. Show me the Eight of Wands, please. Five of Cups. Oké. Five of Cups spreekt over zaken die je achter je moet laten. Spreekt over het feit dat je verlies moet loslaten en dat je vooruit moet gaan. Dus het kan zijn dat er daar communicatie over komt. Communicatie in je voordeel. Hè. Het spreekt ook over dat je jezelf moet vergeven. En dat er daar ook communicatie kan uit voortleiden of naar jou toe komt. Maar het spreekt ook over... Het is echt ook een... Een kaart die toont van be bold, be brave. Je hebt de strength kaart twee keer getrokken. De kaart die toont dat je krachtig moet zijn, dat je in je eigen schoenen, in je eigen moet geloven. Daar spreekt de Five of Cups ook over. Dus wil jij communiceren naar iemand, wees dan sterk en vergeef alles wat jij hebt gedaan in het verleden. En dan kan jij wel vooruit gaan. Omgekeerd ook, hè, komt iemand met communicatie naar jou toe... accepteer dit dan. Hè? En ga dan vooruit. Want dit ligt onder de kaart van een nieuwe start komt eraan. Een nieuw start is coming. Ik zal nog één kaartje daarop trekken, want ik ben nieuwsgierig. Show me the Eight of Wands and Five of Cups, please. Clarify.
En ik heb de Queen of Pentacles. Ja, dat is mooi. Dat is supportive. Dat is heel gebalanceerde, voedende energie. Dat kan ook zijn dat jij een alleenstaande working parent bent. Want Queen of Pentacles is een heel zelfstandige energie. Maar die spreekt ook over gebalanceerde financiële stabiliteit die er voor jou aankomt. Dus het kan heel goed zijn dat jij één hulp krijgt van iemand, of twee, algemeen dat er communicatie naar jou komt, liefste schorpioen. Zo, dit zijn zowat al de boodschappen die ik heb voor jullie. Ik denk dat ze zeer richtlijnig zijn buiten, allemaal zo'n beetje naar hetzelfde gaan. Ik zeg altijd, neem de boodschappen mee die van jou voor toepassing zijn. Hè. Het zijn algemene lezingen, vergeet het niet. Als er iets is dat niet van toepassing voor jou is, laat het gewoon links liggen. Dan is dat voor iemand anders. Hè. Maar resoneren deze boodschappen, dan like gewoon de video. Alsjeblieft, dat doet mij plezier. Dat doet mijn kanaal ook groeien. En je mocht ook gerust abonneren. En de vermelding aantikken, dan zal je zeker niet de volgende video's missen. Dit weekend maak ik een grote video met betrekking tot de volledige maand januari en op welke energieën je daar eventueel kan berusten en kan meenemen. Voor nu zal ik zeggen, maak er een fijn weekend van, liefste schorpioen. En hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.